Welkom bij Museum Boijmans van Beuningen, waar je je jas omhoog takelt, in de vloer soms een gat zit, de schroeven krom zijn, de kunstje doet duizelen en de collectie heel groot is. Waarom is die collectie zo groot? Welkom bij de puzzel die Het Boijmans heet. Het Boijmans, de volledige naam is Museum Boijmans van Beuningen, ja, met O-I-J en een hoofdletter V. Oorspronkelijk heet het museum wel Museum Boijmans, maar dan met een Y. Pas in 1958 werd de naam uitgebreid en in 1996 werd de letter Y in IJ veranderd. Maar het blijft een rare naam. Een naam die alles te maken heeft met het ontstaan van het museum en de collectie. Want Boymans van Beuningen is een museum dat veel te danken heeft aan particuliere verzamelaars. En aan twee van hen heeft het zijn naam verbonden. In 1847 laat de Utrechtse jurist meester Frans Jacob Otto Boymans zijn kunstcollectie na aan de stad Rotterdam. Hij biedt de verzameling eerst aan aan Utrecht, maar die stad past, en hij wint zich tot Rotterdam. Acht dagen voor zijn overlijden tekent hij de definitieve overeenkomst. In 1849 opent museum Boijmans in het Schielandshuis, dat helaas 15 jaar later uitbrandt. Met deze ramp gaat ruim twee derde van de collectie verloren. Maar het pand wordt hersteld en met het verzekeringsgeld wordt de collectie weer aangevuld, met daarbij wat je noemt echte topstukken. De gemeente zelf geeft het museum weinig aankoopgelden, maar wel komen er regelmatig kleine en grote schenkingen en legaten van particulieren binnen. En er is al snel een groter gebouw nodig. De bouw daarvan begint en in 1935 gaat het gebouw aan het Museumpark open. Nou ja, Museumpark, dat was toen nog gewoon een stuk weiland. Ondanks de crisis van 1929 en de ophanden zijnde oorlog groeit de gemeentelijke kunstcollectie maar een aantal vermogende Rotterdammers vindt dat het museum als gemeentelijke instelling ook een onafhankelijke steunpilaar moet hebben. Ze vertrouwen de overheid niet en het zijn roerige tijden, dus ze besluiten de stichting Museum Boymans op te richten. Nu kunnen er ook werken aan de stichting geschonken worden en niet aan de gemeente. Een van de oprichters van deze stichting is de Rotterdamse havenbaron Daniel George van Beuningen. De stichting kent bestuurders afkomstig uit Rotterdamse families die het museum groot hebben gemaakt. Met de burgemeester van Rotterdam als erevoorzitter. Het bestuur van de stichting richt zich vooral op het verwerven van passende kunstwerken voor de collectie. Van Beuningen geeft het goede voorbeeld en schenkt zelf meteen een aantal belangrijke werken uit zijn verzameling. In 1958 overlijdt hij en verwerft het museum nagenoeg zijn hele verzameling. Dat betekent kunstwerken als De Toren van Babel van Pieter Breugel en Portret van Armand Roulin van Van Gogh. Deze collectie is zo'n belangrijke toevoeging dat tijdens de onderhandelingen wordt besloten de naam van het museum uit te breiden. Museum Boijmans van Beuningen is geboren. Maar het houdt niet op bij Boijmans en van Beuningen. Zo zijn er de havenbaron van der Vorm en de reder Goudriaan, beide oprichters van de stichting, maar ook van Rijkenvorsel, Domela Nieuwenhuis, Bierins de Haan, van der Schilden, Frederiks, H.J. E. van Beuningen, dat is een neef van de naamgever. En ga zo maar door. Ruim 1650 particulieren hebben inmiddels een steentje bijgedragen. De invloed van particulieren op het Boymans is groot. Niet alleen groeit de collectie gestaag door hun vrijgevigheid, het beïnvloedt ook de manier waarop het Boymans verzamelt. Aandacht voor moderne kunst is bijvoorbeeld een duidelijke wens geweest van het Fonds Willem van Reden. De verzameling van Domela Nieuwenhuis heeft het begin gevormd van de prentenverzameling. De collectie HJE van Beuningen zorgt voor aandacht voor het gebruiksvoorwerp. En de monchief van de Hoeve brengt kant en waaiers. Doordat er 165 jaar lang hartstochtelijk is verzameld door zowel museum als particulieren, is er een collectie ontstaan van enorme kwaliteit, die internationaal is georiënteerd en alle eeuwen en disciplines omvat. De collectie bestaat inmiddels uit meer dan 140.000 voorwerpen, waarvan nu in 2014 ongeveer 8% van de 75-jarige stichting Museum Boijmans van Beuningen is. En daarnaast zijn ruim 30.000 objecten in de collectie gekomen dankzij particulieren. Dat is nogal wat. Als het museum alle objecten tegelijkertijd zou willen laten zien aan het publiek, zijn er meer dan 15 museumgebouwen nodig. En ook het museumdepot is te klein en uh, iets wat nat. Dus een groot deel van de objecten bevindt zich in vijf externe depots, verspreid door het land. Bent u inmiddels de draad kwijtgeraakt? Geef niks. Vanaf 2017 zal de hele collectie worden ondergebracht op één plek in het museumpark, het collectiegebouw. Een depot dat ook toegankelijk is voor het publiek. Net zoals de collectie komt ook dit gebouw tot stand dankzij de gemeente en een particuliere stichting. Collectie Museum Boijmans van Beuningen. Mooi is dat.